Deze beschouwing. Die gaat over. De interessantere. Interessantere. Interessante. De interessantere tijden van nu. Dat is een soort eufemisme. Hè? Nou, dat is interessant, zeg. En voor degenen die mij dan nog niet zo goed kennen. Ik woon. Ik ben, ik ben nu 60. Ik woon alleen. Ik ben negen jaar geleden het huis uitgezet. Door een hele rare vrouw. De moeder van mijn kind. En ik woon nu in een heel klein flesje. Maar dat is groot genoeg voor mij. Het ziet er prima uit. Het is uh, behoorlijk opgeruimd. Je kan zo op bezoek komen. Ik schaam me nergens voor. Ik ben best wel happy eigenlijk. Ik heb leuk werk. En gisteren was mijn dochter hier. Mijn dochter is 19. Nou, ja, zij en ik. Ja, uh, ik ken haar natuurlijk ontzettend goed. Doe voordat ik... Dus negen jaar geleden, voordat ik het huis uit werd gezet, tien jaar lang gingen wij elke dag met elkaar om. Ik heb haar leren lezen, ik heb haar leren rekenen, ik heb haar leren steppen. ik heb haar leren fietsen, ik heb haar leren zwemmen. Ja, van alles heb ik gedaan. Wat moeilijk was in het contact met mijn kind, was dat die moeder dat heel erg verstoorde. Ik weet nog wel dat ik bezig was om mijn kind te leren rekenen. En dat was door de leraar van de klas ook gevraagd. Hè? Die vrouw die had gezegd, ja, jullie kind heeft een achterstand met rekenen. Dat was ook te verwachten, want ze had een klas overgeslagen. Dus ze had een risicootje genomen. En dat ging helemaal goed behalve met rekenen. Dus ik moest dat kind dan extra rekenles geven. Maar daarvoor had ik er al de beginselen bij gebracht hoor. Dus Altijd bezig geweest om met haar de oefeningetjes te doen met van alles. Maar toen moest het voor school. Uh, ja, ging ik het een beetje serieus aanpakken. En dan ging die moeder die ging dan de rekenles verstoren. Ja, serieus. Moest je er nog rekening mee houden ook. Ja. als die moeder dan... Ja, die was ook heel druk. Maar die had heel veel vriendinnen, tussen aanhalingstekens. Want dat waren allemaal mannen. Maar die noemden ze dan mijn vriendinnen. Daar ging ze mee om alsof het vriendinnen waren. Heel hecht. Als die moeder dan weg was... Ja, dan kon ik met mijn dochter lekker omgaan. Maar als die moeder thuis was ja gaf ik mijn dochter geen rekenles meer... ...want die moeder die bemoeide zich ermee... ...of die bemoeide zich ermee... ...die ging het saboteren. Och man. Rare tijd hoor. En toen na die scheiding... ...dat uh, ging het contact tussen mij en mijn dochter... ...enerzijds... ...nou, in ieder geval had ik er uh, één op één... Uh, maar, maar wel maar twee dagen in de week drie dagen in de week en ja die moeder die verzon iedere keer van alles en er is een ouderschapsovereenkomst opgesteld maar met zo'n rare vrouw kom je daar niet goed uit hoor dus het percentage tijd dat mijn kind bij mij was ja dat daalde bijna per week met een Procentje of zo. Twee procentjes. En nou, uiteindelijk. Ja. kwamen ze hier echt heel bij. Uh, gewoon bijna nooit meer. Dat baalde ik van als een stekker. Dan had het mama dit en mama dat. In een positieve zin dan, hè. En naar mij toe heel kritisch. Nou, en mijn dochter was gisteren bij mij. En dat was erg leuk. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen om te vertellen hoe leuk dat wel niet was. Het begon al smiddags dat ik van haar een smsje kreeg van. Uh... Ik kom er zo aan en ik heb er nu wel zin in, en ik ben zo en zo laat bij je. Nou, vond ik ook al leuk. Hè? En ik had gekookt. En echt mijn best gedaan, stoofvlees gemaakt. En daar had ik echt mijn best op gedaan. Een goed stuk vlees gekocht bij de koninklijk goedgekeurde slager. <laughs> Stooflappen dus gemaakt. Voor jou stoofvlees. En dan een lekkere aardappel erbij. Speciaal voor haar naar de markt geweest zaterdag. En ze houdt heel erg van aardappel. En op de markt staat zo'n man met alleen maar aardappelen. En die heeft hele lekkere aardappelen. Een rode kool erbij. En mijn dochter zit te smullen joh. Die had de bord in no time op. Ik had mijn bord nog niet eens leeg. En ik ben geen langzame eter. Maar zei het ze zei... Ze uh, zei, mag ik nog meer? Ik zei, ja, natuurlijk. Uh, vreet mij mijn arm. Ja, toch. Ik kook niet voor de... Hè? Ik kook voor... Dat het opgegeten wordt. Dan was ik erg goed gelukt. Lekker simpel... Uh, ik weet niet of je weet hoe je dat moet maken. Maar wat je moet hebben is een doorregen runderlap Ik heb een mooi stuk gekregen van tientje. Zes ons. Ik heb het nog over hoor. Dus ik kan er nog een paar dagen van eten. Ja, dan snij je die runderlap uh, in, in blokjes. Dobbelsteentjes. Hij is groter als een dobbelsteen, stukjes dan doe je het bloem eroverheen. Lekker husselen. En dan aanbraaien in... Ja, ik heb gekozen voor olijfolie met een klont boter erin. Ja, dit is dus geen veganistisch recept of zo. Maar wel lekker. En als het dan rondom bruin gebakken is, niet te hard bakken. Niet wild gaan met hoge vlammen. Niet nodig. Als het rondom bruin is, dan een beetje roeren natuurlijk, omscheppen. En als het rondom bruin is, elk blokje, dan op een uit de pan halen. En dan die pan even van het vuur af. Of je moet alles al klaar hebben, kan je in één keer doorstomen. Maar wat erin moet, is een bak uien. En ik had dan knoflook erin gedaan, maar had achteraf niet gehoeven. En uien, dat is wel lekker. Lekker de uien bakken. En eventueel extra, scheut extra olijfolie erbij. Voordat die uien erin gaan. Die uien ook niet te hard bakken. Niet nodig met een ui. Nou, en als die uien glazen, goud, dingen zijn. Dat denk je denkt: wauw, dit is wel goed. Dan heb ik er een blik. Tomaten, gepelde tomaten van Albert Heijn. Dat is 40 cent voor een blikje. Nou, dat kost geen rol. Je kan ook verse tomaten nemen, maar waarom? En van mijn vriend Wim, Wim Kruidentuin, had ik uit zijn tuin. <laughs> hij heeft echt kruiden in zijn tuin. En heeft hij een laurier staan en een rosemarijn? En van hem had ik een, een, een bosje gekregen. Met allebei. Die hangen bij mij in de keuken aan het touwtje. Dat had ik een paar takken afgehaald, die lekker meegekookt. Ja, en als dus die tomaat erin zit en dan die kruiden erbij, en dan kan het vlees weer terug in de pan. En dan laat ik het sudderen. Op een sudderplaatje natuurlijk, pan met een dikke bodem. En dan rustig een paar uren. Twee uur, drie uur, maakt niet uit. De dag van tevoren klaarmaken is erg lekker. Ja, goed man. En met haar zit te kletsen over uh, CO2. Zij heeft dan die klimaatangst uh, toestand. Klimatofobie. Ja, ik dus niet. Er is ook helemaal geen reden voor. Hè? Die, die angsthazerij met het klimaat. En waar heb je het nou over? De koolstofdioxideconcentratie is aan het stijgen. Ja, klopt. En is dat erg? Waarom? De vergroening van de aarde is, uh, is hevig. Hè? Ik moet even de cijfers er goed bij pakken, maar ik was vandaag nog even bij Wim, dus ook van die, uh, die jongen van de uh, Roosmarijn en de Laurier. En hij doet veel uh, literatuuronderzoek naar dit soort fenomenen. En hij had het over een toename van 14%. Dat de aarde groener is geworden sinds, ik weet niet wanneer, maar de laatste tijd dus. Hè. Dat is ook niet meer dan logisch, want als de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer stijgt, ja, eigenlijk mensen hebben er niks aan. Koolstofdioxide heb je daar ja, geen last van, tenzij het echt heel veel is, dan is het giftig. Maar in de atmosfeer zit 0,03%, 0,04%. Nou, dat, dat is absoluut niet toxisch. Maar planten die, uh, vinden het, ja, die, die hebben daar baat bij. Hè? En de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer die is verdubbeld sinds het begin van de vorige eeuw. En planten, die maken daar gretig gebruik van. Dus die groeien. De aarde wordt groener door de CO2. Nou, daar kan niemand bezwaar tegen hebben, denk ik. En dan zeggen ze ook nog van... ja, maar door die CO2 stijgt de gemiddelde temperatuur. Ja, misschien. Kijk, als je een vat neemt en... Dan neem je een vat met atmosferische lucht, gewoon normale lucht. En je neemt dan een vergelijkbaar vat, een glazen pot bijvoorbeeld. Hè? En die vul je met pure CO2. En dan ga je die beide vaten bestralen met een lamp dus. Ja, dan wordt het vat waarin de CO2 zit, dat wordt een stuk warmer dan... het vat waarin de CO2 niet zit. En dat komt omdat CO2 absorbeert het... Infrarode licht. Dus ja, dan de CO2 als molecuul absorbeert infrarood, meer dan stikstof of zuurstof, wat het helemaal niet absorbeert. Dus dan kan je zeggen, dan wordt het, wordt de lucht warmer. Ja. Maar ja, uh, dat, ja, dat heet dan het broeikaseffect. Maar ja, die warmtestraling die wordt dan door de CO2 in de lucht of in de atmosfeer geabsorbeerd. Maar zou die niet door de atmosfeer geabsorbeerd worden, dan wordt die infrarode straling wel door het aardoppervlakte geabsorbeerd. En als die infrarode straling door de atmosfeer wordt geabsorbeerd. dan kan die dus niet door het aardoppervlak worden geabsorbeerd. Dus de lucht wordt dan warmer, maar de aarde wordt minder warm. doordat de lucht al de warmte heeft geabsorbeerd. Dus. Nou, dat verhaal van het broeikaseffect vind ik uitermate vaag. Ik, uh... Nee, dat wil ik dus niet. Wat ik wel weet is dat er meer. Factoren zijn die bepalen wat de gemiddelde temperatuur op aarde is. Bijvoorbeeld de afstand van de aarde tot de zon. Want de afstand tot de, van de aarde tot de zon die is niet constant. Dat zou je wel verwachten, maar dat is niet zo. Dat scheelt 10%. Er zit een fluctuatie in met op en neer. En zo. Ja, niet per dag natuurlijk, maar. Dat speelt ook mee. En de intensiteit van de zon, dus waarmee de zon straalt, dat varieert ook. Dus joh. Maar goed, dan wordt het wat warmer op aarde. Nou, dat vinden mensen helemaal niet erg. Maar nee, ik niet. En planten, die vinden dat al helemaal niet erg. Want planten houden heel erg van warmte. Dus, ja, de planten zijn de grote winnaar in dit hele festijn van, ja, noem het maar klimaatverandering. Maar planten vinden dat dus heerlijk. Dus wij, staan, of wij zitten midden in een tijd, interessante tijd, waarin de planten heel erg aan het groeien zijn. Nou, dat is toch best? Ik heb daar geen moeite mee. <laughs> en jij ook niet. En mijn kind ook niet. Dat heb ik haar gisteravond ook verteld. We hebben het eerst een beetje gehad over. Uh, ja, over wat algemene. Uh, natuurkundeachtige dingen. En. Oh ja, want wat er ook nog bij hoort. is dat die mensen die dan hebben over. de gemiddelde temperatuurstijging hier op aarde. dat ze zeggen we ja, dan gaan de poolkappen smelten. Ja, ja. Nou, op Antarctica gebeurt al uh, tientallen jaren, zo niet honderden jaren, helemaal niks. In de winter is het op Antarctica rustig min 45 graden Celsius. Nou, jij mag weten, mag ik aannemen, dat dan, uh, ja, dan smelt er niks hè. En in de zomer is het een stuk warmer op Antarctica hoor. Ja, oh, man, is het warm? Is het min 25? En dat is zomer op Antarctica. Dus min 25 graden Celsius. Ja, dan smelt er ook niks. Antarctica smelt ook helemaal niet. En dat verwachten ze ook niet hè? dat het gaat smelten. De verwachting is dat Antarctica de komende tientallen jaren, omdat de mondiale temperatuur aan het stijgen is, neemt dus ook de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer neemt toe. En dat gaat weer leiden tot sneeuw. En ja, dat gaat leiden tot neerslag. En op Antarctica is dat dan sneeuw. Dus ze verwachten dat... hoewel het sneeuw op Antarctica toe gaat nemen. En ja. Kijk, als het regent hier in Europa... dan... ja, dan, dat gaat dus ten koste van de zeespiegelhoogte. Uh, Want het water dat komt natuurlijk uit de zee... Ja. Dus dat, dat, de zee, uit de zee verdampt dat water. Dat komt in de atmosfeer. Dat regent dan bijvoorbeeld in Nederland omlaag. Nou, dan is dat water een tijdje op de Nederlandse bodem. Maar dat water stroomt uiteindelijk allemaal naar de zee. Dus dan stroomt het weer terug in de zee. Ja, maar als het sneeuwt. Als het, die watermoleculen als sneeuw omlaag gaan op Antarctica. Ja, daar blijft het op het land liggen. Want Antarctica is een land. Een continent. Ja, daar blijft het dus liggen. En Antarctica is vrij groot, hoor. Dat is groter dan Nederland. En wat er dus in Antarctica gesneeuwen, ja, dat water ben je voorlopig echt even kwijt. Toch zie je mondiaal een stijging van de zeespiegel. En hier in Nederland is die stijging al sinds 1890. Dus die stijging 1,7 mm per jaar en omdat Nederland als land aan het zakken is en wij zakken met een tempo van 0,2 mm per jaar ten opzichte van de hoogte van Nederland is de zeespiegel aan het stijgen met een snelheid van 1,9 mm per jaar dus dat is 19 centimeter in de 100 jaar. In de afgelopen 128 jaar uh, heb je het dan over 24 centimeter. Ja, nou is het dan. Nederland uh, is nou typisch een land wat ja, uh, risico loopt bij het stijgen van de zeespiegel. Huh? Zwitserland niet natuurlijk. Oostenrijk ook niet. Maar Nederland wel, want Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Nou, wij hebben er helemaal geen last van. Tot nu toe niets. En als het nog even zo... Ja, als het nog honderd jaar zo doorgaat... Wat heel goed zou kunnen, hoor. Nou, ja, dan komt er nog een keer twintig centimeter bij. Nou, dan gaat Rijkswaterstaat niet... Uh, ja, die raken niet in paniek, joh. En dan zijn mijn dochter: Ja, want die is bang voor die zeespiegel, hè. Ja, maar het gaat niet alleen om Nederland... Ja. Maar Nederland is dus het land wat qua zeespiegel risico's zal lopen. En Bangladesh ook, dus het is dus ook een delta, een vrij dicht bevolkt. Maar in Bangladesh, daardoor de landen, allemaal sedimenten of zo, Bangladesh groeit alleen maar. Qua land dus. Hè? Ja, daar versuipen ze ook niet. Dus ja. Het is niks aan de hand. Punt. Het is wel zo. De, de dingen zijn aan het veranderen. Dat merk je. De aarde wordt groener. Ja. Oké. Okay. Dat is niet erg. Dus uh, allemaal snel op vakantie naar de Sahara. Allemaal camera's mee. Want uh, zo dadelijk is de Sahara groen. Ja. En dan is dat over. Dan kan je alleen maar dromen. Van die kale vlakte. Oh, en die hele Sahara. Die staat helemaal vol met bomen. Dat is helemaal niet erg. Jankneus. Je gaat er nuttig ook niet naartoe. Dus wat, wat zou je dat dan straks missen? De gobiewoestijn wordt groener. De Kalaharië straks groen. Ah. Nou en. Eerst hebben we lopen zeiken over ja de ontbossing dit en de ontbossing dat. Ja, nu krijgen we er dus steeds meer bos. Want puur natuurlijke aangroei. Klaar. Helemaal niet erg, man. Nee, ik vond het leuk. Met mijn dochter erover te praten zo. Hè? En dan ik ook, vond ik ook wel leuk met, met Wim, daar was ik vanmiddag even. En we hebben dan zo'n vriend van ons, die woont bij Wim om de hoek, Martin heet hij. En die is ook zo klimaatfobisch, uh, klimatofobie. Die heeft het erover, over 50 jaar, dan is uh, 90% van de wereldbevolking uh, dood. Zo. Want we gaan er allemaal aan. En hij is dan de oudste van ons drieën. Dus hij heeft zoiets van: ja, dan ben ik al lang dood, maar jullie gaan het nog. Nou, ja, hoezo jullie. Uh, ik ben 60. Dus <laughs> ik maak het dan ook niet mee. Maar het is namelijk heel erg wat Nederland staat te wachten. Nee, wat de hele wereldbevolking staat te wachten. Volgens Martin dan. En dan komt Wim met allemaal gegevens die hij dan op internet gevonden heeft. En een, ja, als dan zo'n website niet zegt dat de zeespiegel tussen nu en 13 jaar met 67 meter gaat stijgen, dan is het een website van charlatans. Ja, dat is, ja, is best lullig natuurlijk. Zo'n houding dan, hè, van Martin. Maar dat heb ik heel elegant weten op te lossen. Want ik heb gegevens opgevraagd bij Rijkswaterstaat. Die achteraf, ik had niet eens contact op, op hoeven nemen met Rijkswaterstaat. Ik had ook gewoon op Google, dat kan jij ook doen: Rijkswaterstaat en doe je spatie en dan zeespiegel, spatie, Nederlandse kust of zo. Dan een je op die pagina. En dan zie je wat ik net zei. Dus sinds 1890 tot en met 2017, tot twee jaar terug, is de stijging 1,7 mm per jaar. Absoluut gezien, en ten opzichte van de Nederlandse bodem, 1,9 mm per jaar. Dus ja, Nederland zakt heel langzaam weg, heel langzaam. En dat wegzakken van Nederland, ja, dat zal op een dag ook stoppen natuurlijk. Mag ik aannemen? De aarde beweegt. Stockholm gaat omhoog. Dus in Stockholm, de zeespiegelwaarde in Stockholm, ja, die is aan het dalen. Niet omdat de, de waterstand, de zeespiegel, daar lager is. Nee, in Stockholm is aan het stijgen. Dan doen die landmassa's verschuiven. Ja, jo, zit er zitten op, op mondiaal niveau. Gebeurt er zoveel? Nou, ja, het had ik dus die, die gegevens van Rijkswaterstaat. Ja, en nou moet Martin dus ook zeggen, well, yeah. ja, er is tot nu toe niks aan de hand. En hij gaat dan dus zeggen, well, ja, maar dat zegt niks over de toekomst. Want in de toekomst kan er dan nog eens nog een ramp komen. Ja. Maar er is nu niks aan de hand. <laughs> en die trend die er is gemeten voor de Nederlandse kust, die is zo enorm constant. Dat is opmerkelijk. Dat vind ik opmerkelijk. Heel constant. Dat kan je zien. Ze hebben op die puntenwolken lineaire regressie toegepast. Dat is een methode uit de statistiek. Ik ken die truc. En daar zit dan een 90% uh, heet een BTBH, betrouwbaarheids, huppeltje pup. Maar de betrouwbaarheidsband die eromheen getrokken is, en die, is ja, die is echt heel, heel smal. Dat betekent dat het is zo goed als 1,9 mm per jaar. Misschien 1,95, maar dan heb je het gehad. Ze weten het vrij nauwkeurig. Dat betekent dat je kan die lijn kan je makkelijk uh, een stukje doortrekken extrapoleren heet dat. Met een jaartje of twintig naar de toekomst toe. En je kan ook die lijn doortrekken, een jaartje of twintig naar het verleden toe. Je kan het denk ik nog wel, uh, misschien wel een jaartje of vijftig naar de toekomst doortrekken, en een jaartje of vijftig naar het verleden doortrekken. Dus dan kom je tot de conclusie dat die zeespiegel al aan het stijgen is. niet sinds 1890, maar sinds 1840, 1830. Misschien wel sinds het begin van de 19e eeuw, 1800. Toen was die zeespiegel al aan het stijgen. Maar ja, dat zijn hele kleine stijgingen. Dat is 1,7 millimeter per jaar, man. En dan moet je weten dat de zeespiegel voor de Nederlandse kust... die verandert in een periode van vijf jaar. Het ene jaar is die een stuk hoger dan het andere jaar, hoor. Dat scheelt zomaar 40 centimeter. Dus die dijken bij Zeeland, die beroemde deltawerken... Ja, die zijn afgesteld op zo'n uitslag, zo'n variatie in de zeespiegel. van misschien wel een meter. Want het kan een keer heel erg tegenzitten. Kijk, toen met die watersnoodramp bijvoorbeeld. dat was een combinatie van springvloed. Want af en toe heb je een hele hoge vloed. Springvloed heet dat. En dat in combinatie met een ferme Noordwester storm. Ja. Dan sta je plotseling tegen een zeemassa aan te kijken. Wat heb ik jou daar? En daar zijn die dijken van de deltawerken op gekalibreerd. Want dat is zo'n vreemde combinatie. Dat komt dus eens in een zoveel jaar voor. Nou, daar moet je rekening mee houden. Die, die dijken zijn ja, heel hoog. En ik kan die 1,9 mm per jaar die we dan ervaren, nou, dat kan er makkelijk bij, man. En mochten ze zich zorgen gaan maken. Nou, het wordt zo ontzettend goed in de gaten gehouden. Ze meten dit dagelijks. Hè? Ze hebben voor de kust hebben ze zes meetstations. En tegenwoordig gaat het allemaal met de computer, mag je rustig vanuit gaan. Dus elke dag weten ze precies hoe hoog de zeespiegel staat. En allemaal controle dingen en dat wordt allemaal uitgemiddeld. En uh, er zit heus wel een mannetje of een vrouwtje. Een vrouwtje moet je tegenwoordig ook zeggen. <laughs> Interessante tijden. Maar er zit wel een mannetje en die houdt het in de gaten. En mocht blijken dat het dan toch in een bepaalde periode aan het versnellen is, en dan horen we dat bij tijds. En een versnelling, wat zou het inhouden? Dat het, ja, dat het in één of twee keer zo snel gaat. Dat lijkt mij nogal maf hoor. Zo snel gaan die dingen niet. Niet in één keer, snap je? Dus. En trouwens, als ze dat merken: van jeetje, het is van 1,9 mm per jaar naar uh, 3 mm per jaar gegaan. Ja, dan moet Rijkswaterstaat eens dus even gaan plannen. Een hele batterij met vrachtwagens, met basaltblokken. En dan, ja, dan moeten de deltawerken opgehoogd worden. Klaar. En over die, die dijken daar in Zeeland, ja, daar liggen dus wegen, net als bij de Afsluitdijk. Ja, en die weg moet dan tijdelijk dicht. Ja, dat zal de bevolking niet zo leuk vinden. Maar dan doen ze eerst de ene helft dicht en dan kan je over de andere helft nog rijden. En dan krijg je wel files en zo. En dan hebben ze de ene helft opgehoogd en dan draaien ze het om. En ja dit zit wel een heel op ongemak. Maar ja, dan is die dijk weer een meter hoger. En dan kan je er weer echt voor 3, 4, 5, 600 jaar tegenaan. Nou dan. Nou, ja, interessante tijden. En mijn dochter moest ook toegeven dat zij het niet erg vindt dat de aarde groener wordt. Nou, klaar. Dat vind ik wel fijn om dat te horen uit haar mond. En die vergroening die optreedt, dat is ook een ander ding bij je, dat is stikstof. Hier in Nederland hebben wij een hele intensieve veehouderij en land en agrarisch, wel landbouwding Dat is ook allemaal intensief. Dat moet ook wel. Ons zit daar enorm goed over nagedacht en veredelde gewassen. En, ja, en wij voeren een hele hoop. Stikstof toe aan onze landbouwgronden. Dat moet ook wel, want anders gaan die planten niet groeien. De landbouw is een enorme stikstofconsument. Ja, en waar blijft die stikstof? Ja, voor een deel gaat die dus op aan planten. Maar voor een heel groot deel komt ja, het ook weer komt het terug in het milieu, snap je? En dat, ja, dat leidt er dan toe dat die gebieden die vroeger, kijk ja, hoe het ging, in Nederland ging het als volgt. Die landbouw die kwam op en allerlei grond werd dus gebruikt door boeren om aardappels, biet en wat hebben we allemaal, haver en gerst en roggen. Ja, wat groeit er nog meer in Nederland? Prei. En wat we dan niet uh, gebruikt hebben. dat waren die hele arme. ja, die hele arme gronden. Die hebben we met rust gelaten. Ja, daar was toch niks mee te beginnen. En dan heb je het gebieden. De, zoals de Drunense Duinen. Dat is in Brabant, bij Drune. En de Hoge Veluwe. En zo zijn er denk ik nog wel meer gebieden in Nederland met ja, hele arme grond. Grond waar je als boer, ja, je, kan, je kan er wel wat mee beginnen, maar het is een enorme investering. En aangezien wij bijvoorbeeld in Groningen hebben wij, ja, iedereen heeft het over de delta werken, maar in Groningen hebben ze ook het een en ander gedaan. Hè? Daar zijn ook dijken aangelegd. Dus daar is heel veel grond gewonnen op de zee. En daar zijn al die boeren in getrokken. Ja, het is een stuk makkelijker om je boerenbedrijf te starten met kleigrond dan met zandgrond. Dus zo zijn gebieden als de Drunense Duinen en de Hoge Veluwe, ja, die zijn overgeschoten en dat werd dan maar een natuurgebied. Want er was niks mee te beginnen. Maar dan nu krijg je door die intensieve landbouw dat die arme gebieden, daar komt dan nou, door de regen, want stikstofoxide, die, die kunnen in, in de regen omlaag komen. Dan wordt het nitriet en nitraat. En door het grondwater. Ja, worden die gebieden, die arme gebieden, die worden langzamerhand stikstofrijker, dus voedingsrijker. En dan krijg je in de strijd om het bestaan dat die planten die alleen kunnen, ja, die de concurrentie met andere planten aankunnen. als er maar bijna geen stikstof in de grond zit. Ja, die planten krijgen het moeilijker, want die zijn hun voordeel kwijt. En die plantjes, ja, dat zijn hele bijzondere plantjes. Dat is. Ja, dat geloof ik wel. En daar horen dan ook bijzondere beestjes bij, die, die dan weer van die bijzondere plankjes kunnen leven. Maar het zijn dus ja, het is flora en fauna die in een hele arme omgeving weten overleven. Ja, en om zo'n gebied dan zo arm te houden, zo kaal, het, is gewoon, het gaat om kaalheid hè om die kaalheid te handhaven in zo'n dichtbevolkt gebied als Nederland... ja, dat wordt moeilijk. Wat mij betreft is dat geen probleem, hoor. En dan heb je inderdaad dat hier in Nederland bepaalde plantensoorten en dierensoorten... planten, plantsoorten en diersoorten... Ja, dat wordt dan minder. Ja. Dat is dan maar zo. Vind ik, hè. Er zijn genoeg plekken op deze uh, wereld... waar het nog steeds heel uh, arm en kaal uh, zal blijven. En, ja, dan hebben we daar maar die biodiversiteit. Je moet er ook weer niet te moeilijk over doen, want... Ik weet dat in een stad als Amsterdam. Dat als je daar in de rondte gaat lopen. Daar, daar groeit me niet nogal wat hoor. De planten die je er helemaal niet zou verwachten. dat groeit daar dus. Hè? midden in de stad. Ja, de natuur, dat is zo'n. Een... Ja, dat, de natuur zelf is heel bijzonder hoor. En de meeste mensen zien dat niet. Hè? Die denken: van ah, nee, dat is het onkruid. Dat groeit een beetje tussen de tegel. En het is allemaal tegels. En het is allemaal hetzelfde. Nee, dat is helemaal niet waar. Er zitten hele bijzondere plantjes tussen. Niet heel veel of zo. Maar... En je zou zelfs kunnen zeggen: van, ja, geef die planten wat ruimte in de stad. Waarom niet? Ja, daar kan je het ook vandaan halen. Je, ja. Nee, nee, dan willen ze de agrarische sector in Nederland ja, eigenlijk afschaffen. Dat vind ik niet leuk, dat vind ik ook geen goed idee. Maar wel interessant dat ze dat dus even willen gaan doen. Hè? <laughs> Interessante tijden. Even de, de agrarische sector de nek omdraaien. En dan ook nog... Mensen op Facebook die uh, juichend aan de kant staan, hè? Die net als Nelson Mandela uh, uh, lopen zingen... Kill de boers, kill de boers. Ja, Nelson Mandela, die zong dat lied graag. Want de boers, dat waren de blanken. Zuid-Afrika zou een veel fijner land zijn met alleen maar negers... Niet dat Nelson Mandela een racist is hoor, dat natuurlijk uh, niet. Robert Mugabe van Zimbabwe, die heeft de, de landbouw in Zimbabwe even de nek omgedraaid. De agrarische sector. Want dat was niet goed voor Zimbabwe. Zimbabwe was netto-exporteur netto van landbouwproducten. En toen kwam Robert Mugabe aan de macht en uh, toen is hij die agrarische sector gaan uh, hervormen. En toen moest uh, Zimbabwe, die, die moest dus ieder jaar uh, voedsel gaan importeren, want ze konden zichzelf niet meer voeden. Ja, door het fijne beleid van uh, Robert Mugabe. Dat willen ze hier in Nederland dan ook, dat, dat vind ik best interessant. <laughs> Namelijk idioot. Ik ben benieuwd of de jeugd daarachter gaat komen. En met mij en mijn dochter, dat vind ik echt wel tof. Dat ze. Dat, nou, ik heb het idee dat ze een beetje los aan het komen is van haar moeder. Na al die jaren, eindelijk. Ik zal je een voorbeeld vertellen. Zij heeft bij mij een hele fijne kamer gekregen. Toen ze tien was. Ik werd uit het huis uitgedonderd daar en ik was zoeken, zoeken, zoeken naar een flesje. Ik heb me echt schompers gezocht. Naar iets wat ik A kon betalen. En B. Niet te ver bij het ouderlijk huis vandaan. Nou, dan heb je een probleem, want. Mijn dochter die is opgegroeid in een spijkerkwartier van Arnhem. En dat is een hele gewilde buurt. En wij woonden dan in een pandje van de woningbouwvereniging. En dat had ik allemaal wel leuk uitgeknobbeld in die dagen. Maar die huurprijzen en alles, was enorm gestegen in die buurt. En daar kreeg je. De... En dan ben je dan uh, zeg maar dakloos. <laughs> nou, niet echt, maar je hebt dus geen woning meer, dan moet je wat nieuws. Ja, dat was ofwel uh, gigahuur gaan betalen of ja, wachten. Ja, dan vond ik dus een fletje hier. Tien minuten lopen ongeveer. Nou, daar heeft ze een leuke kamer gekregen. En nou, zij mocht natuurlijk haar kamer bepalen wat er allemaal in kwam en zo. Hele leuke gordijnen. Maar hij ja, was een tien en dan wilde ze gordijnen. Weet ik veel. Ze, twee tinten blauw en iets met uh, rood en roze past allemaal hartstikke leuk bij elkaar, moet ik zeggen. Dat is echt super tof. Maar dan werd ze wat ouder. En, en toen wilden ze iets wat, wat meer volwasseners. Dat begrijp ik ook wel. En toen wilden ze zwarte gordijnen. Toen dacht ik van ja. Um, ze was toen ook een beetje, hoe heet het, die. die gothic heet dat. Dat was Gothic. Ja, maar zwarte kleren aan en zo. Maar zij wilde een zwarte gordijnen. Nou. Ja. Want zij wilde eerst andere gordijnen. Toen zei ik, ja, oh, allemaal hoela, Deze gordijnen die je hebt, die zijn goed genoeg. En dan zijn mijn zeuren. en zei, ik, maar ik, ik wil zwarte gordijnen. En toen dacht ik, nou, oké, okay, daar okay, maar. Maar zei ik, niet uh, nieuwe gordijnen, want dat vind ik zonde. Maar wat je kan doen, is dan koop je zwarte stof... En dan naai je die erop. En dan is het niet zo duur. Ja. Een echt hele nieuwe set gordijnen. Ja, kom zeg. Honderden euro's, man. En eh, over wat voor tijd spreken we nou nog? Want ze was toen al 16 of zoiets. 15, 16. Ze zei: Hij, ja, oké, okay, maar als je stof koopt, een mooie zwarte stof. op de markt is, is goed. En toen zei ja, ze... Ja, en dan ga ik komende, komend weekend ga ik een stofje uitzoeken. En ik heb mama gevraagd om mee te gaan naar de markt. En toen dacht ik al, oh my god. Maar daar kon ik niks aan doen, ik kon er geen, geen spel tussen krijgen. Het was al afgesproken en als ik dan gezegd zeggen... ik heb liever niet dat je dat met je moeder doet... dan ben ik de, de gebeten hond. Dus ik tandenknarsend en me afwachten van gaat dit goed, gaat dit goed? Nee, dat ging natuurlijk niet goed. Ik heb wel mogen betalen. Het was mijn pinpas die uh, bliep bliep ging doen... En met wat voor gordijnen kwam ze terug. Die stof dus, hè? Ja, lichtblauw. Ja, ze. Ja. Die kleur die er was, er waren al twee tinten blauw. En. Hè? En, en nu dan lichtblauw. Ik zei: Hé, hey, je wilde zwart. Ja, zei ze. Maar mama vond dit een hele mooie kleur. En ik toch eigenlijk ook wel. Nou, terwijl ik had kunnen zeggen, als zij tegen mij gezegd had... van pap, wil jij betalen, want dan gaan die gordijnen worden lichtblauw... namelijk die tint, had ik gezegd nee. Doe, je hebt nu ook al blauwe gordijnen en van blauw naar lichtblauw... ja, daar ga ik niet voor betalen. Dat vind ik onzin. Nou, zo was het in die tijd dus. Hè? Oh, 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 oh. Maar ik heb het idee dat die invloed van die moeder op haar minder is geworden. En dat vind ik fijn. En gisteren hoorde ik van haar dat zij... inmiddels wiet rookt. En dan regelmatig. Nou, zou je zeggen, daar ben je toch niet blij mee als vader? <laughs> nou, punt één, ik heb het zelf ook jaren gedaan... Het interesseert me nu geen hol meer, kinderdruk vind ik het, zeg maar. Het was leuk voor mij voor toen. Ik kan me niet voorstellen dat ik er nu weer mee ga beginnen hoor. En mijn dochter was altijd zo'n zo braaf, net meisje, altijd ja, goed luisteren naar mama en dat soort dingen. En ik vraag me af of ze dit haar moeder wel heeft verteld. Daar vraag ik dan ook niet naar. Hè. Ik laat het kind maar gewoon. Maar ik weet dat dat een afstand creëert tussen haar en haar moeder. Want haar moeder zal het daar niet mee eens zijn. Die zal gelijk beginnen met, ja maar, uh, het is je verslavend? Uh, wie, wie, wie? Of zoiets. Ja. ja, dat vond ik dus eigenlijk wel leuk dat ze aan het wiet roken was. Nou, en ik heb het zelf ook jaren gedaan. En toen zei ik tegen haar: van ja, ik vond uh, White Widow, dat vond ik wel een uh, lekker spul. En ze keek me zijn hele blije ogen aan. Dan zei ze: ja, die vind ik ook heel erg lekker. Ze zei: ja, die haalde ik altijd daar en daar. Oh, zei ze. Oh, ga ik even uh, opschrijven, even dingen. Want ze kon het hier in Arnhem, dan wist ze niet waar ze dat moest krijgen. Zei, nou, dan moet je daar wezen. Daar heb ik het toch echt een keer gekocht. Meerdere keren gehaald. Ja. En haar nog een andere koffieshop getipt. Van uh, dat is een hele leuke shop. Want. Het is een, uh, leuke, mooie ruimte. En. Uh, aardige mensen. Ja, nou, dat is wel tof. En ook gezegd: uh, die ene koffieshop daar en daar, daar moet, niet, daar moet je niet wezen. Dat is een stresstent. Wordt gerund door Marokkanen of zo. Bah. Zo een hele vervelende sfeer daar. Of het nou komt doordat het Marokkanen zijn, dat maakt me niet uit. Maar die Marokkanen daar, die zijn niet aardig. Gestreste, vervelende mensen. En dat terwijl ze dus nog een coffeeshop ook. Iedereen is zo stoont als een ganaal en dan toch nog onaardig doen. Jeetje. Dus haar gewaarschuwd voor die tent. Uh, die, kende, uh, die moet ze kennen, maar daar kwam ze nooit. Ze kwam wel bij die ene en wel bij die andere. Ja, die ken ik ook. Die vind ik verder niet zo bijzonder. En diegene die ik haar tipte, daarvan ken ik die uitbater. Die man die daar uh, achter de schermen is, de eigenaar, zeg maar, de pandhouder. Een aardige vent, een vent van Joodse afkomst. Een leuke kerel. Ken ik uit de kroeg. Toen ik nog in de kroeg kwam. Met hem wel uh, vaker, wel een uh, drankje gedronken. Leuke verhalen kon hij vertellen. En haar die getipt Van, uh, Dat is wel een leuke tent. Daar verkopen ze die White Widow. Ja, dat vond ik wel leuk. Dat brengt je een beetje tot elkaar, snap je? En al die andere dingen die er allemaal gebeurd zijn... Want ik heb heel goed gezorgd voor mijn dochter. En die moeder, die... Uh, ja, eigenlijk helemaal niet... Die heeft zo raar voor haar eigen kind gezorgd. Dat je bijna gaat denken. Van was dat qua je opzet? Ja, zo erg was dat. Zoals met het verpesten van die rekenlessen. Dat, ja, dat doe je toch niet? Die moeder was erbij. Dat, dat die, die, die klasseleraar. Dat tegen ons zei: Van. Ja, jullie kind gaat niet lekker mee in de klas met rekenen. Dus er moet bijgespijkerd worden. En dan die moeder ook zo van: Nou, dan moet jij dat maar doen. Dat ga ik echt niet doen hoor. En dan ben ik bezig en dan ga je de rekenles verstoren. Maar dit is nog maar één klein voorbeeldje. Ik kan er zo. Uh, nou, honderden dingen kan ik zo opleiden Je hebt mijn dochter meerdere malen aan het huilen gebracht. En uh, paniektoestanden veroorzaakt. Oh, 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 oh. Ik weet nog dat ik me zo zorgen maakte over mijn kind dat ik contact opnam met, een, met de huisartsenpraktijk. En daar hebben ze multidisciplinaire toestanden. En er was dan ook een orthopedagoog die bij die club zat. En normaal gesproken schakel je een orthopedagoog in als je als ouder een opstandig kind hebt of zo, hè? Nou, en zij was niet opstandig. Uh, ik, uh, ja, ik zei dus ook tegen die man, ik, ik denk dat ze depressief is. En dan vroeg die man dus aan mij, van, ja, ik ga dat onderbouwen. Nou, dan kwam ik dus met voorbeelden van dingen die die moeder had uitgevraagd. Ja, en dit is gebeurd, en mijn dochter in tranen, en dat is gebeurd, en mijn dochter in paniek, en dat is gebeurd, en mijn dochter, blablabla. Uh, bla, 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 ja. En die man die uh, hem re de haren te bergen. Die zei ook even: Wow. Man, ik heb met jou te doen. Ja, dat zei hij niet letterlijk, maar daar kwam het wel op neer. En hij zei tegen mij: van, ah, dit, dit, Hoe het ook maar gaat uitpakken. Maar dit gaat niet makkelijk worden voor jou, jongen. Dus ik kreeg een aantal aanwijzingen van hem. Maar dat was maar heel, ja. Dus niet zo dat je in deze interessante tijden. met zo'n. Ja, het is een moeder die heeft hulp nodig zonder meer, die, die moeder, die... die... Ja. Dat, zie ik, ja, dat zag ik toen ook wel in. Maar die weigert alle hulp, dus ja, dat maakt het ook weer moeilijk. En iedereen die erbij betrokken was, eh, vanuit de familie en vanuit de buurt, of alles, iedereen kijkt de andere kant op. Hè? Ja, dan sta je heel alleen als vader, hoor. Dat... Uh... Interessante tijden zijn dat. Maar zoals gisteren, dat ze dan uh, zo heel relaxed vertelde dat ze aan de wiet zat. En... <laughs> dat was wel grappig. Want ze, ze zei het zo terloops. Hè? We waren aan het kletsen over van alles en nog wat. En, en ik hoorde het. Ik, ik zei: Wacht eens even. Net zei hij: uh, Volgens mij dat je wiet rookte. En ze kijken ze zo aan en zo gelijk in de verdedigingen. Ik ben 19 hoor. Ik zeg, Ja, nee, daar gaat het me niet om. Ik ga het niet verbieden. Even voor, even voor jou als ouder, als je kind je dat opbicht, ga er in Godsnaam niet moeilijk over doen. Natuurlijk doe niet. Dat is het is alles soms wat je kan doen. Als die kinderen aan de drugs willen, dan komen ze zelf wel achter. Ik heb zelf jarenlang heb ik aan dat spul gezeten en. Nou, er, er komt een dag en dan, dan doe je dat niet meer. En bij mij was het dan in maart dit jaar. Ik ben er wel eens mee opgehouden, by the way. En toen dacht ik wel, ach, ik begin weer. En dan hield ik er weer eens mee op. En toen dacht ik, ach, ik begin weer. En nu ben ik er mee opgehouden en dan denk ik, ach, ik hou er echt mee op. Klaar. Ik, weet, ik vind het nu zoals het is, zo nu met mijn leven. Nou, ben ik wel tevreden. met ben tevreden zoals het leven nu is. Ja, ik zou niet weten wat ik anders wil. Zo. Ik heb niet heel veel geld en ik heb nu wat Maar dat interesseert me helemaal, eigenlijk, bottom line, helemaal niks. Geld heeft me nooit zoveel geïnteresseerd. Ik heb wel heel veel geld gehad hoor. Dat wel. Ja, en nu dan niet? Nee. Nou, in. Dus dan ook met dat roken. Ik ben niet alleen gestopt met het roken van wiet, maar ook met het roken van tabak. En het drinken van alcohol. En al die kroegbezoeken. Dat doe ik dus ook allemaal niet meer. Ja, ja dat scheelt me wel even. Nou. Kijk, heb ik heb een keer zitten rekenen. Misschien wel 300 euro in de maand, hè? Dan me dat scheelt. Ik zou het nu ook niet meer vanuit deze positie niet meer kunnen betalen. Zo weinig geld heb ik in de maand. En toen verdiende ik nogal wat. Ja, dan maakt het jammer geen donder uit. En nu maakt het mij niet meer uit dat ik het niet kan betalen, want ik ben er toch mee gestopt. Maar nou, interessante tijden dan. En dan leuk nou met mijn dochter dat ze dan. eens in de twee weken zitten we nou op de frequentie. komt ze bij me eten. En dan is ze een paar uurtjes zit ze bij mij uit de bank en. ach, het is gewoon lekker relaxed, meer niet. En dan vertelt ze hoe het gaat op de stage en en ik vertel hoe het gaat op mijn werk. Oh ja, wat heel leuk is... we zitten allebei in dezelfde sector nu. Vind ik ook wel apart dat dat gebeurd is. Daar heb ik het niet eens op aangestuurd. Alleen, ik zit nou in de gehandicaptenzorg... en zij zit niet in de gehandicapten... maar zij zit dan in de buitenbeentjessector. De Leger des Heils. Opvang van de... Zij zit op een, een woongroepcomplex... En dat zijn voornamelijk mannen. En die zijn bij alle andere opvang, dingen, toestand, zijn ze eruit gedonderd. Allemaal jongens met een strafblad voor diefstal en landloperij en bedelen in de trein en zeg maar. Bij de politie weten ze er ook geen raad mee. Dus dan maar daar. En bij die luistert ze dan. Oudere mensen. En. Ja, allemaal mensen met een. Hele moeilijke jeugd. He, van lang geleden, moeilijke jeugd. Ze, ze kon het ook heel goed portretteren. Mensen uit de. Sociaal lagere klasse. En dan het bekende verhaal: vader aan de drank en moeder aan de heroïne. Of andersom. Ja, daar komt het allemaal van. Dan worden ze labiel. En... en dan denk ik zelf dus van... Ja, meisje, meisje, jij hebt ook wat meegemaakt. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik doe het met hele kleine stapjes. Even als je dus vaders kent die in zo'n situatie zitten zoals ik... He, maar ze is een beetje een vreemde moeder. En zo'n kind wat is. Dus, uh, ja. Nou, ze doet het wel goed hoor. Maar ze heeft zo de tikken gehad, hè? En de strategie die ik nu volg en die mij goed bevalt. Is om het heel kalm aan te doen. En niet, uh, ja, geen druk op de situatie te zetten. En haar, maar ja, je moet wel stimuleren. Dus ik neem het initiatief voor van nou, dan kom je dan over twee weken weer. Ik ben degene die dat vraagt. En, en ik ben degene die dan ook zegt: van, nou, dan gaan we dit eten, dan gaan we dat eten. Zullen we dit gaan doen, zullen we dat gaan doen. Zo. Dus ik neem al het initiatief. En dan kijk ik natuurlijk hoe zij erop reageert. En ze reageert daar nu heel positief op. Echt heel positief. Het eten vond ze ook heel lekker, dus. Dat is ook een positieve reactie. Ik denk ook wel dat ze het echt lekker vond. En ze laat goed blijken dat ze iets positiefs zegt. Dat zegt ook weer wat. Nou, en we werken dus allebei in de sector van de hulpverlening voor mensen die hulpbehoevend zijn. En ik dan bij uh, ja, dus mensen met een. Dat zijn in... Waar ik dan werk, dat zijn allemaal lichamelijk. Ja, ze hebben ook. Somm... Ja, het is allemaal geestelijke dingen. Zo. En bij sommige mensen is het ook heel zwaar lichamelijk, ja, mismaakt en geestelijk. En waar ik morgen naartoe ga, dat zijn mensen. Dan is het niet aangeboren, maar die hebben dan een hersenbloeding gehad. Ja. En die kunnen dus ook niet meer zelfstandig door het leven. Dan ben ik morgenochtend weer om half tien. En dan doe ik ondersteunend werk. Dus zij zit dan in de begeleiding. HBO-opleiding, man. Zij zit in de begeleiding. En ik ben dan uh, de ondersteuner van de begeleiders. Dus ik zit zeg maar, in, de, in de rangorde, in de pickorde. Onder haar. ...onder haar werk uh, kader. Als ik binnenkom... ...dan is de begeleider is mijn chef. Dus, uh, dus ik ga naar die begeleiders toe... ...en als ik ook uh, twijfelsituaties heb... whatever, hè, dan... ...eerst wat ik doe is ik ga naar een begeleider toe... ...en dan zeg ik, ja, ik moet nu een keuze maken... ...en ik ga of dit doen of ik ga dat doen... ...en ja, kies jij maar wat jij vindt... ...dat ik moet gaan doen. Ik ga dat niet zelf beslissen. Ik let goed op waar de grenzen liggen... Ik ga niet voor ieder wasje naar nou de begeleiding toe. Maar ik weet wel zo'n beetje wanneer ik het moet vragen. Die mensen zijn mijn chef. Vind ik prima. Geen moeite mee. Ja, ik ben de baas van. Als ik, als ik een toilet schoon moet maken, bijvoorbeeld, ja, dan ik bepaal hoe ik dat doe natuurlijk. Hè. En vandaag ben ik op cursus geweest. Ja, ja, hartstikke leuk, man. En dan is het uh, professioneel toilet schoonmaken. Dat is, uh, dan ga je van staan te kijken wat daarbij uh, om de hoek komt kijken. Dat is... Ja, ja. En dan krijgen wij les. We zijn met zes personen. Vijf vrouwen, één man. Ik door een anders man. En dan degene die ons dan uh, drillen. Dat is echt drillen hoor. En dat is niet uh, in de klas zitten en dan uh, schemaakjes krijgt en theorie of zo bij af. Nee, dat is echt met de waskar. Uh, we hebben zo'n trainingsobject. En, uh, toiletten schoonmaken, kantoor schoonmaken, vloeren moppen. En dat moet allemaal volgens de regelen der kunsten. Dus dan pak je zo'n mop en dan zeg je drie stappen en dan zegt ze weer iemand: ja, hou maar op. Kijk nou eens even naar je handen. Ja, die er fout. En, nou, dan moet je het overnieuw Dan moet je drie stappen terug. Dan moet je opnieuw die mopbeet pakken. En dan zegt iemand: Ja, zo heb je een goed beet. Gaan we weer. En als je het er weer niet goed rijdt, hou maar op. Kijk eens naar de stand van je voeten. Wat had ik daarnet gezegd? Oh ja, oh ja. Ja, dus ik weet inmiddels wel bijna helemaal goed hoe je een toilet moet doen. En daar ben ik de baas. Ja, dat is wel leuk. En dan kunnen we samen praten met de dingen die zij meemaakt. En ik, ja, ik ben dan maar een dus, uh, hostel, heet dat, of ondersteuner. Dus ja, toiletten, uh, gangen moppen, maar ook eten koken. Maar ik ga ook met die bewoners om. En dan kan ik dus ook anekdotes vertellen. Wat ik nou weer heb meegemaakt. Ik maak hele leuke dingen mee. <laughs> Lachen, man. En zo moet je spelen als vader. Dat, dat, nou, ik zeg niet dat het moet, maar zo speel ik het nu. En dat, dat gaat hartstikke goed. Dat gaat lekker. Dat is interessante tijden. Ik wens het iedereen toe. Om, een, om echt te genieten van deze tijd. Dit, uh, dit gaat nog ergens naartoe, namelijk, met z'n allen. Het, uh, het einde van de wereld, ook al loopt de milieubeweging dan te brullen dat dat eraan komt. Maar dat is helemaal niet zo. Denk er maar eens over na, ja? Ga maar lekker slapen, joh. Nee, daar heb ik je toch op, toch dat ik er ging slapen. Nou dan, of niet? Nou, dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie: tjus en wel te rusten.